Welkom bij dit videocollege over taalverandering. Nou, dat taal verandert, dat kunnen we heel goed zien als we taal uit twee verschillende periodes naast elkaar zetten. We leven nu in de 21ste eeuw, maar hoe zag nou het Nederlands van bijvoorbeeld de 16e eeuw eruit? Laten we dat eens gaan bekijken. Gij steldet uw bedden op die hoge en de verheven bergen, daar hebt gij opgeklommen, dat gij daar offers zoudt offeren. Nou, wat valt je op als je dit 16e eeuwse Nederlands vergelijkt met het Nederlands van nu? En dan moet je niet kijken naar de spelling. Spelling is alleen een manier om taal weer te geven. Maar wat is er nou in de taal zelf veranderd? Probeer eens een paar dingetjes te vinden. Nou, ik denk dat het volgende je meteen opvalt. Er wordt gebruik gemaakt van het persoonlijk voornaamwoord gij. Nou, tegenwoordig zouden we gij of zelfs jij zeggen. In het noorden van het taalgebied is die vorm gij vandaag de dag grotendeels onbekend. Maar ook die klank is heel opvallend. Die heeft in de 16e eeuw nog geen ei, maar nog een oudere i. En we zien dat heel vaak, dat oude i's in het Nederlands in ijs zijn veranderd. Is dat in het hele Nederlandse taalgebied gebeurd? Nee. Als we naar de randen van het taalgebied gaan, bijvoorbeeld het noorden Groningen of het oosten Twente, de Achterhoek of het zuiden Limburg, dan zien we vaak daar de oude i's nog voorkomen. Vraag maar eens sprekers die uit de randen van het Nederlandse taalgebied komen wat zij bijvoorbeeld zeggen voor dijk of voor tijd. Een grote kans dat dat diek of tiet is. Dan het volgende wat je waarschijnlijk opvalt, dat is het woordje ende. Nou, ook daar zien we iets heel interessants in de geschiedenis van het Nederlands. Namelijk dat woorden aan het einde steeds slordiger worden. Stomme eetjes die aan het einde van een woord staan, die vallen langzamerhand weg. En zo is het 16e eeuwse ende in het moderne Nederlands en geworden. Wat je waarschijnlijk ook meteen opvalt, is dat er staat daar hebt gij opgeklommen. En we zouden nu zeggen, daar zijt gij opgeklommen of daar ben je opgeklommen. Dus ook de voorkeur voor het gebruik van hulpwerkwoorden is in de loop van de tijd veranderd. En tenslotte het woordje dat in de betekenis van op dat, of misschien zodat, dat kennen we vandaag de dag in het Nederlands ook niet meer. Het Fries heeft het nog wel in die zin, maar in het Nederlands is dat verdwenen. Nou, het zijn niet eens zulke hele grote verschillen, maar ze maken dat zo'n klein stukje tekst in het 16e eeuws Nederlands voor ons toch al behoorlijk lastig te lezen is zonder voorkennis. En daaraan kun je zien dat het Nederlands in een paar eeuwen tijd ingrijpend is veranderd. Vraag 2. Je weet misschien dat de Engelsman Bonifatius in 754 bij Dokkum is vermoord, toen hij probeerde de Friezen tot het christendom te bekeren. Welke taal denk je dat Bonifatius sprak? En hoe kan het dat de mensen hem begrepen? Nou, Bonifatius was een Engelsman en eigenlijk ligt het voor de hand, hij sprak Engels in Friesland. Nou, hoe kan het dat de mensen hem toen begrepen? Moeten we bedenken dat dit in de 8e eeuw speelde. Heel lang geleden. En dat toen de verschillen tussen het Engels en het Fries nog heel erg klein waren. Zo klein dat je je kunt afvragen of het eigenlijk wel twee verschillende talen waren. En we hebben dat in het college over taalgeschiedenis ook gezien. Als je verder teruggaat in de tijd, dan merk je dat verwante talen steeds meer op elkaar gaan lijken. En als je maar ver genoeg teruggaat, dan is het één taal. Eén taal waaruit later in de geschiedenis weer nieuwe, moderne talen zijn ontstaan. Vraag 3. Aan de spelling van het Engels kun je vaak nog zien hoe woorden een paar honderd jaar geleden werden uitgesproken. Probeer eens de oude uitspraak van de onderstaande Engelse woorden te raden. Nou, een woordje als rough. Dat lijkt helemaal niet op het Nederlandse ruig of het Friese roeg. Maar als je nou gaat kijken naar de spelling, dan kun je daaraan zien dat dat woord in het Engels een paar honderd jaar geleden ook werd uitgesproken als roeg. Hoe zie je dat? Nou, die OU die stond oorspronkelijk voor een U-klank en die GH die stond oorspronkelijk voor de G-klank. Dus rough was ooit roeg. Nou, als je dat weet, dan weet je ook hoe enough ooit werd uitgesproken, genoeg, dan right. Die GH weten we,
Nou, die I in het Engels is van oorsprong heel vaak een E. Hè? Dat lijkt een beetje op wat er bij ons gebeurd is met de I naar de I. Hè? Bijvoorbeeld in gi naar gij of tiet naar tijd. Dus right werd uitgesproken als richt. En dat lijkt natuurlijk heel erg op ons recht. Dan twilight, hè? Schemering. Dat kunnen we nu wel raden. Twi, licht. En dat lijkt natuurlijk als twee druppels water op het Friese woord twiljocht voor schemering. Dan cat. Nou, die a die verraadt al dat we hier van oorsprong te maken hebben met een a-klank. De oude uitspraak, die je trouwens in Engelse dialecten ook hier en daar nog wel tegenkomt, is kat. Datzelfde zien we in land. Ook daarin zit een oude a. En dat werd ook ooit uitgesproken als land. Wife. Oude uitspraak. Wieve. En dat lijkt natuurlijk sprekend op de vroegere uitspraak van wijf in het Nederlands. De hedendaagse uitspraak in het Fries. Wief. En liv. Lieve. En ook dat lijkt natuurlijk erg op libje in het Fries of leven in het Nederlands. Zo zie je, we hoeven maar een paar honderd jaar terug te gaan in de tijd om te merken dat verwante talen als Nederlands, Fries en Engels al veel meer op elkaar lijken dan dat ze dat vandaag in de 21ste eeuw doen. Vraag 4. De beleefde aanspreekvormen in het Nederlands, Fries en Engels zijn vandaag de dag respectievelijk u, jo en you. Weet je welke vormen die talen in de 16e eeuw gebruikten? Wat valt daaraan op? Nou, dit is heel grappig, want toevallig zijn die drie talen hier hetzelfde pad gevolgd. In de 16e eeuw gebruikten die talen allemaal woorden die lijken op het Nederlandse gi dat we al eerder zijn tegengekomen. In het Engels was dat ye en in het Fries was dat ye. En dat waren toen de vormen die als onderwerp werden gebruikt, zoals we dat vandaag de dag doen met bijvoorbeeld ik en jij en hij. Nou, die vormen u, jo en you, dat waren de vormen die niet als onderwerp werden gebruikt, bijvoorbeeld na een voorzetsel of als leidend voorwerp. Zoals we dat vandaag de dag doen met mij en jou en hem. Nou, we zien vaker in talen dat van die niet-onderwerpsvormen, dat die ook gebruikt gaan worden als onderwerp. Sterker nog, we zitten midden in zo'n verandering. Het woordje hun, dat de niet-onderwerpsvorm was van zij, wordt sinds het begin van de 20ste eeuw ook vaak als onderwerp gebruikt. Dan zeggen mensen niet alleen meer, ik heb het voor hun gedaan, maar ook hun lopen daar. Het gekke is dat mensen daar heel negatief over zijn, dat dat een taalverandering is die mensen heel vervelend vinden, terwijl dat bij de overgang van gi naar u helemaal niet gebeurd is en bij de overgang in het Fries van ji naar jo ook niet en in het Engels van ji naar you ook niet. Dus het is soms toeval in hoeverre een verandering wordt geaccepteerd en in hoeverre mensen hem nog heel lang als fout blijven zien. Vraag 5. Wat lijkt meer op modern Nederlands of Fries? Modern Engels of 16e eeuws Engels? Nou, dit is eigenlijk een open deur als je het voorgaande goed hebt beluisterd. Elke taal verandert grotendeels op zijn eigen manier. Dus als je verder teruggaat in de tijd, dan zijn de overeenkomsten ook groter. We zien dat aan die woordjes die we hebben net bekeken als rough, dat ooit roeg was. Als je teruggaat in de tijd, zijn de overeenkomsten steeds groter en de verschillen dus steeds kleiner. Vraag 6. De volgende talen bestaan niet meer. Wat is ermee gebeurd? Gotisch, gesproken op de Krim. Nou, we gaan een aantal gevallen bekijken van wat we noemen taaldood. Dat is een term voor het feit dat een taal verdwijnt. En in het geval van gotisch hebben we te maken met wat we noemen taalmoord. Die sprekers van het gotisch, een taal die in de verte verwant was aan het Nederlands, ook een Germaanse taal, die sprekers van het gotisch, die zijn simpelweg opgehouden met het gebruiken van die taal. Dat noemen we taalmoord. Mensen maken bewust het einde aan een talige traditie en schakelen over op andere talen. Oud-Grieks.
Nou, je zou kunnen zeggen, het Oud-Grieks zoals dat op het gymnasium wordt onderwezen, dat bestaat niet meer. Maar is die taal nou uitgestorven? Eigenlijk niet. Die taal die is gewoon doorveranderd, zoals talen voortdurend veranderen. Op die manier is ook het Oud-Nederlands verdwenen. Niet omdat mensen op een andere taal zijn overgeschakeld, maar doordat die taal zich langzaam ontwikkelde. En dus we hebben hier niet te maken met taaldood, maar met een taalverandering die zo groot is dat we op een gegeven moment zo'n taal een andere naam gaan geven. En dan hebben we het bijvoorbeeld niet meer over Oud-Grieks, maar in dit geval over modern Grieks. 16e eeuws Nederlands. Nou, dit is zo'nzelfde geval. Het 16e eeuws Nederlands heeft zich natuurlijk verder ontwikkeld tot het moderne Nederlands. Er is wel een verschilletje als we kijken naar Noord-Frankrijk. Er is vandaag de dag in Noord-Frankrijk nog steeds een heel klein hoekje bij Duinkerken waar Nederlandse dialecten worden gesproken. Maar het Nederlandse taalgebied in het hedendaagse Frankrijk was veel groter. En als we verder teruggaan in de tijd zien we dat het naar het verleden toe steeds groter wordt. In dat stukje van Frankrijk, daar is wel sprake van taalmoord. Op dat kleine stukje bij Duinkerken na zijn de mensen daar overgegaan op het gebruik van een andere taal, van het Frans. Mensen gingen met hun kinderen op een gegeven moment Frans spreken in plaats van Nederlands. En dat is een duidelijk voorbeeld van taalmoord. West-Fries, gesproken in West-Friesland. Dit is een interessant geval. Dit is hoogstwaarschijnlijk een voorbeeld van wat we taalzelfmoord noemen. Dus ook een vorm van taaldood, een manier waarop taal kan verdwijnen. Wat houdt dat nou in, taalzelfmoord? Nou, niet dat sprekers overgaan op een andere taal, hè? Dus het is geen taalmoord. Wat hier gebeurt is dat de woordenschat van zo'n taal woord voor woord vervangen wordt door die van een naburige taal, in dit geval Noord-Hollandse dialecten. Waardoor het West-Fries van vandaag de dag niet meer als Fries herkenbaar is. Mensen zijn nooit opgehouden met het te gebruiken, maar hebben het stukje bij beetje, woordje voor woordje veranderd in iets wat sprekend lijkt op de dialecten van Noord-Holland. Aan de grammatica kun je trouwens nog wel zien dat het van oorsprong Fries is. Dat is heel aardig om te zien. Voor wie het interesseert, lees maar eens de West-Friese grammatica van Pannekeet. Vraag 7. Hoe kun je laten zien dat variëteiten zoals het Limburgs en Stellingwerfs zowel kans lopen op taalmoord als op taalzelfmoord? Nou, misschien moeten we de term variëteit nog weer even opfrissen. Die hebben we in een eerder college behandeld. Dat is zo'n neutrale term voor mensen die de keuze tussen het woordje taal en het woordje dialect willen vermijden. Elk systeem dat mensen gebruiken om met elkaar te communiceren noemen we een variëteit. Nou, hoe kun je zien dat het Limburgs en Stellingwerfs zowel kans lopen op taalmoord als op taalzelfmoord? Bij taalmoord betekent het dat mensen ophouden met het gebruiken van die taal. Hoofdzakelijk doordat ze met hun kinderen een andere taal gaan spreken. Is dat het geval in Limburg met het Limburgs? Ja, je hebt Limburgers die wel Limburgs kunnen spreken, maar dat tegen hun kinderen niet doen. Dat is een voorbeeld van taalmoord. Is dat zo met het Stellingwerfs, wat gesproken wordt in het zuidoosten van Friesland tegen Drenthe aan? Ja, in een hele hoge mate zelfs. Het Stellingwerfs begint een dialect, een variëteit voor oudere mensen te worden. Er zijn nauwelijks meer jongeren die die taal spreken. Simpelweg doordat hun ouders die taal niet meer binnenshuis gebruiken.
Dat was taalmoord. Dan taalzelfmoord. Bij taalzelfmoord wordt de woordenschat van zo'n variëteit langzamerhand vervangen door die van een andere. Zien we dat in het Limburgs en in het Stellingwerfs? Ja, ook, al is dat in veel mindere mate. Overal in de streektalen wordt geklaagd dat woorden uit die streektalen worden vervangen door Nederlandse woorden. En ook dat zien we in het Limburgs en in het Stellingwerfs. En mensen zeggen dan dat jongere generaties geen goed Limburgs, geen goed Stellingwerfs, geen goed Drents of Gronings of Fries meer spreken. Doordat ze Nederlandse woorden gebruiken waar de vorige generatie dat niet deed. Vraag 8. Vraag 8 gaat over pidgin- en creooltalen. Nou, wat zijn dat? Pidgin-talen die ontstaan als je een heleboel mensen bij elkaar zet die geen gemeenschappelijke moedertaal hebben. Die willen toch met elkaar communiceren en die gaan dan zelf een taal ontwikkelen. Nou, dat is voor het overgrote deel gebeurd in koloniën met veel slaven. En je moet je bedenken, die mensen, die slaven, die kwamen uit heel Afrika, een enorm continent. De kans was heel groot dat die heel verschillende talen spraken en dus geen gemeenschappelijke taal hadden. Nou, wat gingen die doen? Die gingen zelf een taal ontwikkelen. En daarbij keken ze heel vaak naar de enige taal die ze nog geregeld om zich heen hoorden, die van de slavenhouders, van de Europese kolonisten. Dat vulden ze aan met woorden uit hun eigen talen. Ze bedachten daar onbewust of bewust een simpele grammatica bij. Het was een heel variabel systeem. Er waren niet echt duidelijke regels. Zo'n zelfbedachte taal noemen we een pidgin. Pidgin is waarschijnlijk een verbastering van het woord business. Dus een zakentaal. Nou, dan is het grappige. Als kinderen zo'n pidgin horen, dan gaat hun hoofd aan de slag met die chaos. Zo'n taalverwervingsmechanisme in een kinderhoofd kan niet zo goed overweg met al die chaos. Die kinderen die gaan zelf onbewust een grammatica samenstellen. Die gaan volgorde regels bedenken voor zo'n chaotische, zelfbedachte taal. En vanaf dat moment hebben we het over een creooltaal. Nou, twee bekende voorbeelden van creooltalen zijn het Surinaams en het Papiaments. En je ziet zo meteen twee fragmenten in die talen. Nou, herken je woorden? Als eerste het fragment in het Surinaams. Zie je wat dit is? Je hebt het vast herkend. Dit is een stukje van het Onze Vader. En je ziet daar dat daar zowel Engelse als Nederlandse woorden in zitten, maar ook woorden die uit andere talen komen. We, waarschijnlijk het Engelse we, wordt hier gebruikt voor ons. En tata zou uit het Engels kunnen komen, hè, van daddy. Hemel herkennen we natuurlijk, hè, is een Nederlands woord. Santa, hè, geheiligd, hè, herkennen we uit talen als het Spaans en het Portugees. Het is een onbegrijpelijke taal voor wie hem niet kent, maar toch herken je er heel veel in. Dat is nog veel sterker het geval bij het Papiaments. Het Papiaments, daar zit zoveel Portugees in, dat het voor een Portugees talige nog best redelijk te volgen is. Kijk maar eens mee. Ik denk als je dit stukje doorkijkt en je hebt wat kennis van een Romaanse taal zoals het Portugees of het Spaans, dat je wel in de gaten hebt dat hier een beschrijving staat van een stichting die het Papiaments wil bevorderen. Vraag 9. Het Nederlands verandert voortdurend. Ook nu zijn er allerlei veranderingen aan de gang. Kun je in de volgende zinnen aanwijzen waarin het verleden of nu dingen zijn veranderd? A. De kappers scheren mijn hoofd kaal. Er zijn al ongetwijfeld mensen die zeggen, ik zie niets vreemds aan deze zin. Toch zijn er waarschijnlijk ook mensen die zeggen, scheerde, dat is toch schoor? Dat is een verandering die momenteel aan de gang is. Ik ben het zelfs in de krant al wel eens tegengekomen, scheerde. En we zien heel vaak dat sterke werkwoorden of onregelmatige werkwoorden, dat die in de loop van de tijd zwak worden, regelmatig worden. En dat is op dit moment gaande bij schoor als verleden tijd van scheren. Dat verandert langzamerhand in scheerde. Wil dat zeggen dat iedereen die verandering accepteert? Nee. Dit is nog geen standaard Nederlands.
Maar dat kan natuurlijk wel gebeuren. De norm voor de taal loopt altijd achter het daadwerkelijke taalgebruik aan. B. Het meisje lachte omdat ze het fijn vond dat ze een cadeautje kreeg. Hier kun je een heleboel dingen in aanwijzen, maar als we beginnen met die verleden tijden die we net hadden besproken, dan kunnen we bijvoorbeeld kijken naar lachten. Lachen was ooit een sterk werkwoord met als verleden tijd loeg. Dat is veranderd. Dat heeft eerder datzelfde pad gevolgd dat scheren nu volgt. Er is tegenwoordig niemand meer te vinden die loeg zegt. Iedereen zegt lachte, dat is veranderd. Nou, er zitten natuurlijk nog meer veranderingen in. Als we heel ver teruggaan in de tijd bijvoorbeeld, dan zien we dat meisje maagd was. Van het woord maagd. Het woord maagd heeft zich in verschillende dialecten op verschillende manieren ontwikkeld. In sommige dialecten is het maagd geworden, in andere dialecten is het meid geworden. Van meid is weer het verkleinwoord meisje afgeleid. En tegenwoordig bestaan beide woorden in het standaard Nederlands met een verschillende betekenis. Een woord als cadeautje, dan kunnen we zelfs aan de spelling nog makkelijk zien dat het niet altijd in het Nederlands heeft bestaan. Dat is een Frans leenwoord. En ook leenwoorden dragen natuurlijk bij aan taalverandering. C. Waar kan ik het toilet vinden? Net als bij cadeautje, in de vorige zin zien we hier bij toilet aan de spelling dat we te maken hebben met een Frans leenwoord. Ook dat is een voorbeeld van taalverandering. Eerder werden daar andere woorden voor gebruikt, bijvoorbeeld play. Nou, we zien typisch dat als het gaat om poep en pies en andere taboe-thema's, dat woorden vrij snel veranderen. Ze worden dan vervangen door wat we noemen een eufemisme. Een eufemisme, dat is een woord dat ons wat minder rauw op ons dak valt dan het oorspronkelijke woord. Een woord waar we wat minder negatieve gevoelens bij hebben, dat we vaak wat netter of wat aardiger vinden dan het voorgaande woord. En dat is het geval bij toilet. We zien dat ook bij ziekten. We hebben het niet meer over de tering. Op een gegeven moment hadden we het over tuberculose. Toen hadden we het over TBC, toen over TB. En nu dat die ziekte langzaam bedreiging niet meer is, zo goed als verdwenen is, hebben we het weer over een oudere vorm als tuberculose. Nou, dat is een voorbeeld van opeenvolgingen van eufemismen. We hebben daar ook een vakterm voor, de tredmolen der eufemismen. Het ene eufemisme volgt op het andere, doordat het nieuwe woord steeds opnieuw weer zo'n negatieve gevoelswaarde krijgt. En dan zoeken mensen weer een nieuw eufemisme. D. Die jongen is er trots op dat hij nog maagd is. Nou, dat woord maagd zijn we net tegengekomen. Waarschijnlijk betekent het woord maagd van oorsprong in het oud-Nederlands zoiets als iemand die mag. Het had toen de vorm magat of magert. En je ziet de overeenkomst met het woordje mogen nog. Nou, wat mocht zo iemand waarschijnlijk? Trouwen. Waarom mocht dat? Omdat het een jong iemand was. Heel af en toe wordt het in het oud-Nederlands het woordje maagd nog wel eens gebruikt voor een man, maar toen al hoofdzakelijk voor een vrouw. Nou, dat woord maagd dat heeft zich verder ontwikkeld. We krijgen een soort betekenisontwikkeling, een semantische ontwikkeling. Op een gegeven moment ging het gewoon jonge vrouw betekenen. En toen ging het betekenen jonge vrouw die nog nooit seks heeft gehad. En tegenwoordig wordt het zoals in deze zin ook wel gebruikt voor persoon die nog geen seks heeft gehad. En dat kan nu ook weer een man zijn. Nog niet iedereen zal dit accepteren. Er zullen nog mensen zijn die zeggen een maagd is toch altijd een meisje. Maar toch kom je het al tegen als geslachtsneutraal woord. E. Hij vertrouwt dat iedereen veilig thuiskomt. Dit is opnieuw een verandering die op dit moment aan de gang is. Ik ben benieuwd of iedereen hem ziet. Voor veel mensen is deze zin niet goed. Die zeggen je moet nog iets tussen. Hij vertrouwt erop dat iedereen veilig thuiskomt. Met een voorlopig voorzetselvoorwerp, het woordje erop. Nou, we zien dat die voorlopige voorzetselvoorwerpen in het Nederlands aan het verdwijnen zijn. F. De nieuwe school wordt van hout gebouwd. Nou, deze uitspraak is mijn eigen imitatie van een moderne uitspraak, vast niet helemaal geslaagd. Maar wat we zien tegenwoordig is dat de L na een klinker, dat het een beetje een oe- of een w-achtige klank wordt. Zodat het woordje als school wordt uitgesproken als school. En het leuke is, dat hebben we in het Nederlands eerder gezien. In het Middelnederlands gebeurde dat ook al. Toen veranderde ol in bijvoorbeeld holt en wolt in ouw. En toen kregen we de vormen hout en woud die we tegenwoordig gebruiken.
Dus we zien in de geschiedenis van het Nederlands eigenlijk twee keer dezelfde taalverandering optreden. Eentje die daar een klein beetje op lijkt, dat is de overgang van de R naar een J-achtige klank, naar de zogenaamde Gooise R. Ja, wordt verandert dan in wordt, of iets wat daarop lijkt. Ook daar zien we dat een echte medeklinker verandert in iets wat een beetje tussen een klinker en een medeklinker in zit. Ja, die Gooise R, die ook erg in opkomst is, die hoor je steeds vaker. Maar die is al veel ouder dan het Polder-Nederlands. En die werd al beschreven in de jaren 20? In de jaren 20 is hij al beschreven zelfs, en af en toe gesignaleerd. Maar wat is er nu mee aan de hand met die Gooise R? Nou, hij neemt nu epidemische vorm aan, zou je haast kunnen zeggen. Je hoort hem iedereen spreken. Je zult moeten zorgen dat u schoner vliegt en stiller en veiliger. Ik hoop maar dat het een beetje ergens op is. Het is weer wat anders. En over een tijdje zal iedereen spreken. Het is een modeverschijnsel. Hij wordt bewust overgenomen, is mijn indruk. Oh ja? Ja. Mensen die die Gooise R willen spreken, die doen daar hun best voor. Ik ken zelfs mensen die hem aanvankelijk niet hadden en die pas later zich die Gooise R hebben aangemeten. Omdat het chic stond. Of... Hey, jullie hebben vandaag de dag de meest succesvolle manager ooit in dienst genomen. Nou, hier zitten ook weer een paar opvallende dingetjes in. Hè? Aan manager, aan de spelling zie je natuurlijk meteen dat dit een leenwoord is. Hè? In dit geval uit het Engels. En wat subtieler, dat is de meest succesvolle ooit. Een bijvoeglijk naamwoord als succesvol, daarvan konden we natuurlijk in het verleden ook al prima een overtreffende trap maken. Maar dat deden we toen met de uitgang st. Succesvolste manager. Sinds een aantal decennia doen we dat ook wel eens met meest, hè, waarschijnlijk naar Engels voorbeeld. En vroeger, als we dat nog wat hadden willen versterken, dan hadden we erbij gezet de succesvolste ter wereld of de succesvolste aller tijden. Nou, tegenwoordig plakken we daar ook waarschijnlijk naar Engels voorbeeld heel vaak ooit achter. Er zitten nog veel meer dingetjes in, maar nog één die ik even wil pakken. Dat is het woordje jullie. Jullie is ook een vrij nieuw woord. Wordt nog niet zo heel lang gebruikt. Waarschijnlijk pas vanaf de 18e eeuw, 19e eeuw. Hè? Vervangt oudere vormen als jij lui of gij lui of gij lieden. Hè? En het gekke is, meestal dan komen nieuwe voornaamwoorden, die komen helemaal niet zo snel op. Maar in het Nederlands hebben we daar dus best een boel van. Hè? We hebben net bijvoorbeeld u gezien, we hebben hun gezien als onderwerp. Dus in die Nederlandse voornaamwoorden is de afgelopen eeuw gek genoeg een heleboel veranderd. Ha, hun wisten niet wat de reden van de explosie precies was. Nou, hier zien we natuurlijk weer zo'n nieuw voornaamwoord, hè? Hun als onderwerp van een zin, we hebben het al een paar keer genoemd. Het verwisselen van de woordjes voor reden en oorzaak, hè? Zou je nog als taalverandering kunnen aanwijzen. Explosie is natuurlijk een leenwoord, precies is natuurlijk een leenwoord. Als we gaan tellen, dan zien we dat waarschijnlijk meer dan de helft van de Nederlandse woordenschat bestaat uit leenwoorden, woorden die oorspronkelijk uit andere talen komen. I. Ober, wilt u mijn vrouw en mij de kaart even brengen? Nou, we hebben een simpel gevalletje van een leenwoord, ober, hè, dat uit het Duits komt. Maar wat ook opvallend is dat hier het woordje u wordt gebruikt om die ober aan te spreken. In de 20e eeuw, toen hebben zich nieuwe conventies gevormd voor beleefdheid. Hè, voor pragmatisch gebruik van voornaamwoorden. Tot in het begin van de 20e eeuw was het heel gebruikelijk, zelfs regel, om personeel met jij aan te spreken. U was voor gelijken of hoger geplaatsten, maar je ging toch een personeelslid, een ober, iemand die jou moest bedienen, ging je niet met u aanspreken, die ging je toch niet fourvoyeren. Nou, dat idee is natuurlijk helemaal gekanteld. Hè. Vandaag de dag vinden we dat iedereen recht heeft op dat soort beleefdheid. Tenzij, en dat zien we ook, mensen u juist niet meer als beleefd gaan beschouwen, maar als afstandelijk. Dat is een nieuwe ontwikkeling. Mensen vinden tegenwoordig vaak niet eens fijn meer om met u te worden aangesproken, omdat ze dat idee hebben dat die ander afstand wil houden. J. De negerin jaagde de gastarbeiders weg uit de fabriek waar ze hadden gewerkt. Dan ben ik benieuwd hoeveel mensen zeggen dat het woord negerin niet meer in zo'n zin past, omdat het beledigend zou zijn. Die ontwikkeling die zien we de afgelopen paar jaar in mijn eigen geschiedenisboeken op school in de jaren 80. Toen was het nog heel gebruikelijk om te spreken over de negerleider of de negerpresident. Maar
anno 2018 is het toch in elk geval een groot deel van de Nederlandstalige bevolking dat zegt dat zo'n woord niet meer neutraal is, maar een beetje beledigend. En zult niet zo snel meer in zo'n zinnetje als dit tegenkomen. Een woord als gastarbeider is denk ik voor de meeste mensen ook wat verouderd. Die hebben het nu misschien eerder over immigranten of over allochtonen of nieuwe Nederlanders of bedenk maar een term. En als ze een hoge status hebben, dan heten ze tegenwoordig vaak expats. He, ook dat is een verschil met de jaren 70. Fabriek is ook nog wel leuk. He. Fabriek is tegenwoordig voor vrijwel iedereen een de woord, de fabriek. Maar heel lang hebben de fabriek en het fabriek elkaar wat afgewisseld. He, en in de streektalen, he, bijvoorbeeld in het Fries, kom je ook het fabriek nog heel veel tegen. K. Al eer stierven velen aan pleuritis of K. Nou, al eer is een woord dat verouderd is, he, dat we bijna niet meer tegenkomen. Pleuritis en K zijn wel mooi. Dat zijn eufemismen voor ziekten, voor de pleuris en voor kanker. Het grappige is bij K dat het eufemisme zelf weer verdwenen is. Misschien herinner je je nog de beginmelodie van de serie Zeg eens A van de VARA, waarin voorkwam heb ik suiker of heb ik K? Heb ik suiker of is het K? Dat is in de nieuwe versie van Zeg eens A verdwenen. Waarschijnlijk omdat mensen zo'n woord niet meer herkennen. Hè? Dat is niet meer in gebruik. L. Een debiele patiënt kan een veel zelfstandiger leven leiden dan een imbeciel. Vandaag de dag zouden we een beetje raar opkijken als een arts dit zou zeggen. Waarom? Omdat we woorden als debiel en imbeciel tegenwoordig alleen maar kennen als scheldwoorden. Wij beseffen niet meer dat dit ooit medische termen waren, zelfs vrij specifieke medische termen. Een debiel was een patiënt met een IQ, als ik het goed heb, tussen de 50 en de 80 ongeveer. En een imbeciel zat met zijn IQ nog veel lager. Dus aan de hand van een IQ-test kon een arts zeggen van dit is een debiel of dit is een imbeciel. En dat zouden we vandaag de dag heel vreemd vinden. Nou, wat zit er nou achter zulke taalveranderingen? In veel gevallen heeft dat met sociale druk te maken. We zien dat heel duidelijk bij die eufemismen. Op een gegeven moment dan gaan mensen aanvoelen dat als ze een oude vorm nog gebruiken, dat mensen ze een beetje vreemd aankijken. Dan voelen ze sociale druk om hun taal te gaan veranderen. In dat geval dan hebben we het over verandering van boven. En dat is een beetje een gebrekkige vertaling van change from above the level of consciousness. Van boven het niveau van bewustzijn, je zou het bewuste taalverandering kunnen noemen. Aan de andere kant heb je ook zogenaamde change from below, verandering van beneden, onbewuste taalverandering. En dat zien we doordat woorden langzamerhand ouderwets worden. Een woordje als al eer, daarvoor kunnen we niet zeggen dat het helemaal verdwenen is uit het Nederlands, maar het is in elk geval in de spreektaal heel ongewoon geworden. Het kabbelt zo langzamerhand een beetje weg uit de taal. Misschien is dat ook wel het geval bij een woordje als loeg. Er komt geen moment waarop mensen echt pressie voelen, sociale pressie voelen, om die woorden niet meer te gebruiken. Maar ze worden steeds minder gebruikelijk. En zonder dat mensen het echt in de gaten hebben, raken ze langzamerhand uit de taal. Hoe verloopt nou meestal taalverandering? Mensen die denken wel eens dat dat waarschijnlijk heel snel gaat, of dat dat heel geleidelijk gaat, hè, stapje voor stapje. Het gekke is dat het allebei of geen van beide het geval is. Want wat zien we meestal bij taalverandering? Dan zien we de zogenaamde S-curve van taalverandering. Wat houdt dat in? Dat wil zeggen dat taalverandering in het begin meestal heel langzaam gaat. Een nieuwe vorm die opduikt in een taal, die blijft heel lang in gebruik bij een heel klein groepje. Dan opeens komt er een versnelling. Dan opeens in vrij korte tijd gaan een heleboel mensen die vernieuwing overnemen. We zien dat heel mooi bij de opkomst van de Gooise R die we net bespraken. Die R in het Nederlands. Die was heel lang beperkt tot het Gooi. Daarom heet die ook de Gooise R. Toen op een gegeven moment in de jaren 80 werd die plotseling heel populair. En nu gebruikt een heel groot deel van de Nederlandstaligen hem. Dus in een paar decennia is bij een heel groot deel van de bevolking de oude r of r vervangen door zo'n r. In elk geval na een klinker. Nou, hij neemt nu epidemische vorm aan, zou je haast kunnen zeggen. Je hoort hem iedereen spreken. Wil dat zeggen dat nu over een korte tijd de hele bevolking om is? Nee, dat is onwaarschijnlijk. Want op een gegeven moment gaat die S-curve weer heel snel afremmen.
En dan blijft een kleine groep over die nog heel lang vasthoudt aan de oude vormen. En ook dat kan heel lang duren. Vandaar zo'n S-curve. Die S-curve van taalverandering die komen we bij een heleboel processen tegen. Niet alleen bij het opkomen van nieuwe uitspraken of van nieuwe woorden, maar ook bij het uitsterven van talen. En je ziet als een taal gaat verdwijnen, bijvoorbeeld door taalmoord, dat dat eerst heel langzaam gaat. Een heel klein groepje schakelt over op een andere taal. Dan opeens krijg je versnelling. En dan is er nog altijd een kleine groep die heel lang aan de oude taal blijft vasthouden. We zien dat bijvoorbeeld met het Fries in Duitsland, in Noord-Friesland tegen Denemarken aan, waar vandaag de dag nog een heel klein groepje vasthoudt aan die taal. We zien dat bij heel veel minderheidstalen. In het begin spreekt iedereen ze, dan gaat een klein groepje om. Dan opeens in korte tijd gaat een groot deel van de bevolking om. En dan uiteindelijk hou je nog een klein groepje diehards over. Ook in Nederland met het Gronings is dat bijvoorbeeld het geval. Vraag 10. A. Het Rijksmuseum in Amsterdam kwam vorig jaar in het nieuws omdat het besloot een aantal woorden op bordjes bij schilderijen niet langer te gebruiken. Voorbeelden zijn neger, Eskimo en inboorling. Waarom zou het museum dat doen, denk je? Nou, dit kunnen we nu heel mooi verklaren. We hebben het net gehad over eufemismen en over die tredmolen van eufemismen en over die sociale druk. Mensen zijn die woorden gaan aanvoelen als negatief, als een beetje beledigend. Nog lang niet iedereen, we zien daar ook die S-curve. Dat was eerst maar een klein deeltje van de bevolking, dat werd dan een beetje raar aangekeken door het grootste deel van de mensen, waar zeuren jullie over. Toen ging het heel snel, die beweging zitten we nu. En je zal ook nog heel lang een groepje overhouden dat niet meegaat. Dat zegt, ik hou vast aan die oude vormen, ik vind niks mis met neger of Eskimo of inboorling. Die vormen zullen nog heel lang in het Nederlands blijven bestaan, maar we merken wel dat we nu midden in die snelle ontwikkeling van die taalverandering zitten. B. Niet iedereen was het eens met de maatregel. Waarom niet, denk je? Nou, je hebt natuurlijk helemaal geen behoefte aan het vervangen van woorden door andere woorden, zeker kunstmatig, als je er zelf geen negatieve associatie bij hebt. En dat zien we ook weer heel mooi in die S-curve. Mensen die woorden als neutraal beschouwen, die blijven heel lang nog vasthouden aan die oude vormen. Een grote groep gaat wel om, waarschijnlijk doordat ze of die negatieve associatie voelen of de bijbehorende sociale druk. Maar er is altijd een groep en die is daar resistent tegen. Nou, we hebben tot nu toe uitgebreid gesproken over hoe talen variëren op een bepaald moment. In het college over taalvariatie. We hebben het gehad over hoe talen zich in de loop van de tijd ontwikkelen. In het college over taalgeschiedenis en in dit college over taalverandering. In een volgend college dan gaan we kijken naar wat er nou gebeurt als twee talen met elkaar in contact komen. We hebben al gezien dat ze dan bijvoorbeeld woorden van elkaar kunnen gaan lenen. En er gebeuren nog veel meer dingen. Dat is het onderwerp van het college over taalcontact. Tot de volgende keer.